Kampuchea. Bijna 40 jaar na de Killing Fields kent Cambodja ook nu nog schrijnende armoede. Honderdduizenden ouders die hun kinderen niet kunnen onderhouden in een nochtans schitterend land dat bezaaid ligt met miljoenen landmijnen. Cambodja, waar een sociaal vangnet onbestaand is en waar opvang zo noodzakelijk is. Het is een land waar afscheid nemen bijna humaan en begrijpelijk te noemen valt. Overal vind je dan ook kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Maar ook deze jonge mensen verdienen huiselijkheid, geborgenheid en een gevoel van comfort. Een plaats waar ze zich thuis voelen en waar toekomst geen loos begrip is. Een plek waar ze op een normaal menselijke manier kunnen opgroeien. Little Hearts wil een thuis zijn voor deze jongeren. Niet alleen een onderdak, maar vooral een thuis. Little Hearts wil hen iets tastbaars bieden. Na de Killing Fields is het tijd voor een Sunny Field. Onlangs bouwden wij een nieuw weeshuis voor ongeveer 80 van deze kinderen in een groene, rustige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en onbezorgd spelen. Ons team van goed opgeleide hulpverleners en vrijwilligers zorgt dag in dag uit voor hen en geeft bovendien nog extra onderwijs. Buiten hun schooltijd krijgen al onze kids in ons centrum extra lessen in Engels, Khmer, wiskunde, computer en cultuur. Bovendien geven we deze voorsprong ook nog eens door aan ongeveer 100 buurtkinderen die eveneens hier deze lessen volgen. En jawel, deze gasten zijn gelukkig. Ze lachen en spelen zoals ook onze kinderen dat doen. Fally, Vanta, Borai, Eli. Ze merken iedere dag wat het betekent als iemand zich over hen ontfermt. En daar, wel, daar doen we het voor. Samen met jullie, donateurs en vrijwilligers, kunnen we hier het verschil maken. En dat willen we. En dat moeten we blijven doen. Want ook zij hebben recht op hun thuis. En hun thuis hebben we samen met jullie kunnen bouwen. En zo bouwen we aan hun toekomst. Een toekomst voor 80 kinderen die het nodig hebben. Show these kids your heart and be part of Little Hearts.